It's all I wanna do. En welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal Chester. Vandaag spelen we een potje Call of Duty Advanced Warfare. Ze willen 10 damage op de map solo. En zoals jullie in de thumbnail zagen, speel ik met de normale bal 27. Waarom ik dat doe? Omdat dit weekend ging ik eventjes gewoon een potje Call of Duty Advanced Warfare spelen. Ik denk, hey, wat geprestigd. Laat ik eens een keer met de normale bal spelen om te kijken wat dat ding doet. Ik ging erbij spelen. Ik hield een live visje. Niet live visje. Ik hield een visje. Ik denk, hey. Ik ga er een video mee opnemen, dus vandaar dat ik hiermee speel. Ik speel met de Quick Draw voorgrip en de adjustable stokker op. Waarom ik die voorgrip op heb staan, is als jij een chillen 1 bent met deze bal, zoals je daar zag, schieten alle kogels, een blunderbus, schieten alle kogels gewoon recht. Maar dan moet je een goede aim hebben, dus ik zal het dadelijk even laten zien. Even hem wachten. Ik wist dat hij daar ging komen. Zoals jullie ook zien, heb ik ook control freaks op mijn controller. Vandaar dat mijn aim natuurlijk ook al een stukje beter is. En wow, door wie ging ik dood? Oké, door hem. Maar, vergeet jullie ook even niet je blauw duimpje omhoog achter te laten. Dan helpt me natuurlijk enorm. Oh, 3 man voor me. En dan gaan we eventjes kijken of we nu ook zo'n goede... Oh! Nee joh, ik ging pro een blok weer! Fuck, ik haat deze game echt als ik pro een blok krijg, jongen. Elke kut Call of Duty heb je er last van, man, hé. Zal ik hem daar wegspringen? Weg hier, ik ga ook weg hier. Hitmarks. De damage van dit wapen is natuurlijk wel gewoon redelijk laag. Vandaar dat mensen misschien ook niet echt gaan gebruiken. Maar de fire rate vind ik ook wel lekker snel. Dus dat is op zich ook wel goed. Maar zo'n 7.5 dat niet al te goed. Want ik kom net ook van Black Ops 2 af weer. Dus dan moet je echt wennen met de mensen die dit spelen, man. Dat is echt wel heel erg. Ja, dit slaat ook nergens op. En hij heeft een carbon. Ja, die heeft een verkorte barrel. Waardoor de kogels harder aankomen. Die carbon heb ik zelf. Ik heb geloof ik alle balls die er zijn, heb ik. Kijk, hier verwacht niemand je 1, 2, 3. Oh shit, man. Dat was weer mijn eigen schuld dat ik daar weer prone blok lag. Dit was mijn eigen schuld, dat geef ik eerlijk toe. En enemies zijn wel gesystemd. Oh, het lijkt zo, een assistje erbij. Maar je kan natuurlijk kiezen of je zelf een voorgrip op wil zetten. Of een extended max. Ik heb ook wel eens een extended max erop gezet, gewoon... Omdat ik dat ook wel chill van spelen. Dan kan je natuurlijk nog meer enemies killen dan met één magazijn. Zo, en hier. Hier ben ik scheef. Dit is mijn schuld. Nu ben ik... Ja. What? Wat ben ik aan het doen? Ik ga slecht, jongen. Holy fuck. Dat vind ik echt irritant, jongens. Waarom moet ik nou weer slecht gaan als ik juist ga opnemen? Dat slaat nergens op. Nu vraag ik me af waar de enemies spawnen. Voor mij hier naast me. Fuck man, waar zijn ze? Let's go. Kijk, dat bedoel ik met een rechte aim. Zag je dat? Nee, daar staat hij naast me. Wat een tyfuslaaier, zeg. God van mijn Obsidian Steed. Fucking hell, hé. En weet je wel... Ja, ik heb nog niet alle balls. Want ik heb nog niet... niet Obsidian Steed. Ik weet even niet hoe die een heet. Wat? Hoe gaat hij niet dood? Ik weet even niet hoe die ene bal heet, man. Fuck, weet hij nou? Bal Obsidian? Nee. Ik weet het niet. Ik heb geen idee, jongens. Ik weet het even niet meer. Nou, misschien dat ik er dadelijk op kom, maar die wil ik ook nog wel hebben. Kijk, dat is hetzelfde als de Royalty. Dat is precies dezelfde versie.
Wow, en ik word even gequickscoped. Lekker, Chester. Er zat geen stok op. Vandaar dat ik even aan het space was. Het lag waarschijnlijk ook aan de lobby hoor, hoe goed ik ermee ging. Dat kan natuurlijk ook zo zijn, maar probeer natuurlijk ook gewoon eventjes zelf. Als jij zelf het uit wil proberen, kan dat natuurlijk ook. En ik word weer gesnuit door die tyfushond zeg. Oh, maar je kan het natuurlijk zelf ook uitproberen. En dan kom je er zelf wel achter welke jij fijner vindt. Ik vind het ook wel fijn spelen, gewoon omdat iedereen... ik weet even niet hoe je dat zegt. Kijk, het probleem in AW is ook gewoon... dat mensen deze versies hebben. Als jij nieuw bent en je hebt een goede versie, is dat misschien nog een redding. Als je kijkt naar Black Ops 2 en naar Black Ops 3, krijg je natuurlijk gewoon weer dezelfde wapens. Dan hangt het gewoon af van skill. Dat is het probleem ook een beetje in deze COD, vind ik. Dus ja, dat kan natuurlijk gewoon zo zijn. En ja, ik speel nou gewoon met de normale bal om het ook een beetje te laten zien. Dat je wel in de minderheid kan zijn. Als je bijvoorbeeld een andere bal hebt, dan kan je zwaar in de minderheid zijn, zoals jullie zagen. Maar het potje moet even snel afgaan, want ik heb niet meer zin om deze tegen deze mensen te spelen, want ze zijn faggots. Dat zeg ik je wel, jongen. Kom op, teammates. Op zich, kijk. Het wapen is echt gewoon, vind ik, best wel relaxed hoor, jongens. Wees even eerlijk. Ah, kijk, hier kon ik niks aan doen, want ik werd al... een paar seconden eerder geschoten dan dat ik op hem schoot. Bij één was echt fucking slechter trouwens bij die kill. Kijk, een knijfje mag er ook wel voorbij. Vind ik. Ik ben de final. Ik ben de final. Ik word gesnijpt. Jongens, mocht je wel genoten hebben van deze video, laat even je blauw duimpje omhoog achter. Natuurlijk helpt mij enorm. We hebben, hoeveel kills hebben we gehaald? We hebben 28 kills gehad en 15 deaths. Dus probeer het even bij jezelf uit natuurlijk of jij dit ook een chille wapen of je dit ook een chill wapen vindt. Dus jongens, super bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop jullie het gezien bij de video van morgen. Dus bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Love.